de Mol. 10 bekende Nederlanders beginnen elk jaar in een mysterieus buitenland aan een ongewis avontuur. Een psychologische rollercoaster van list en bedrog. Een spannend spel met een aantal simpele regels. Je weet niet wat er morgen gebeurt. Je weet zelfs niet wat er over een paar uur gebeurt. En ja, je omgeving denk je te kennen, maar ken je ook niet. Dus je bent even alles kwijt. Godverdomme. Ik ben eigenlijk gewoon iedere editie weer jaloers. En eigenlijk vooral jaloers op de onwetendheid, op het avontuur dat iedereen mee aangaat. Ik zag overal geheime aanwijzingen in, zodat je op een gegeven moment de geheime aanwijzingen niet meer ziet. Want ik zag overal, iedereen had wel ergens een M, of iedereen had wel ergens een grijs horloge aan. Dat ik denk, oh, grijs is de kleur van de mol. Je wordt gek. Het is echt een mindgame. Er staat daar een bericht van de mol. Milushka, ga naar buiten. Wie heeft dit opgeschreven? Hoe lang moet ik dan buiten blijven? Blijf maar even buiten staan. Er komt misschien iemand op je af of zo. Een recept voor paranoia, want je kunt over... Ik heb volgens mij gezorgd voor het meest gênante moment in mijn leven ooit. Richard doet ook echt verwoede pogingen om mensen te laten denken dat hij de mol is. Ik heb mijn vertrouwenspersoon in Nederland, want je hebt allemaal een vertrouwenspersoon, gedicteerd dat ze mij moesten sms'en. Lieve Richard, niemand weet dat jij de mol bent. Hou het nog even vol, het is maar een spel. Liefs Ine, dat was mijn vertrouwenspersoon. Dat telefoontje heb ik op de badkamertafel gelegd. Hij wilde me in de val lokken. Hij wilde mij met een berichtje laten geloven dat hij de mol was. Ik deelde de badkamer met Milushka. Dus die heeft dat toen gezien. Het was duidelijk geanceneerd. En met als doel om mij naar huis te sturen. Het was echt te gênant voor woorden. En ik weet ook nog wel dat ik dat had neergelegd. En dat ik naar Frederik toe ging. Zeg, Frederik, het is voor elkaar. We hebben er weggespeeld. Van Milushka zeggen wij het hele spel al. Als zij de mol zou zijn aan het einde van de rit, dan krijgt zij een gouden kalf. Staande ovaties in een optocht. Door een stad naar keus. Want dan heeft ze ons zo op het verkeerde been gezet. Door de hele tijd het naïeve kindmeisje te zijn. Dankie. Richard. Maar als laatste, Twan. De mol zoeken doe je op veel manieren. Je kijkt natuurlijk naar wie geen geld in de pot brengt, maar wie afwijkend gedrag vertoont. Maar de echte kenners letten op de verborgen aanwijzingen. Geheimzinnige teksten, symbolen en tekens in het spel die leiden naar de ontmaskering van de mol. Bij de voorbereidingen voor Wie is de Mol? Ik ging natuurlijk ook inpakken. En bij het inpakken trof ik mijn oude, verweerde, groene shirt aan met de M erop. Die M was altijd gewoon Milushka natuurlijk. Ik had hem al heel lang niet aangehad en ik dacht ineens van... Milushka, mol. Meulens, mol. Dat shirt moet mee. Prompt de eerste beste gelegenheid die ik had, had ik dat shirt aangetrokken. En niks. Niemand. Deze 600. We beslissen, deze gaan we kopen. Ja, oké. Zie. Ja, de letter M, dat kan ook natuurlijk op Milushka slaan. Dat heb ik altijd gedacht. En het is bijna te brutaal als de mol een t-shirt met een M gaat dragen. Kan niet. Ja, van Milushka vond ik heel dapper. Die droeg meteen al een t-shirt met een hele grote M erop. En dat heb ik 10 weken lang gewoon niet begrepen. Ik heb mijn mol-shirt er weer bij aangetrokken vandaag. Dus het voelde echt heel lekker. Je bent constant bezig met wie zit links van die... wie heeft er een geel t-shirt aan? Ja, dan staat er inderdaad iemand met een t-shirt met een grote M erop. En dan zie ik het weer niet. Dan heb ik het niet in de gaten. Ja, dat is zo verschrikkelijk is dat. Echt verschrikkelijk. Terwijl die vrouw heeft geen gulden gewonnen. En wat ze won, heeft ze later weer verspeeld. Kandidaat, ik zal jullie nu zonder verder uitstel uit jullie lijden verlossen. 24.475 euro zit er in de pot. En die pot gaat naar... Frederik. Nee! Kijk, ik denk dat ik het spel onder andere verloren heb van Frederik. Omdat ik heel slecht ben geweest in het
bijhouden van aanwijzingen. Ik heb dat niet secuur bijgehouden. Ik ging heel erg uit van mijn gevoel. Goed gedaan. Heel goed gedaan. En nou ja, van Frederik verliezen, dat was geen enkel probleem. Chris Segers is natuurlijk acteur, dus die zou het goed kunnen, denk ik, de mol spelen.